verslavende bij TikTok is, je weet niet wanneer dat die video gaat komen. Dus ja, je denkt, en nog een video. En wie okay, weet is de volgende video. En dan komt er weer zo onverwacht zo'n dopamine ja, hit, een prikkel, en je bent weer even dingen en je scrolt weer verder en dan zijn er weer 10, 15, okay, 20 saaie video's. Maar als het gaat om leven binnen het universum, dan ben ik wel redelijk overtuigd dat dat er is. Martijn Peters. Goedemiddag. Goedemiddag. Merci sowieso dat je de tijd wil maken tijdens de pauze. Dat is graag gedaan. Ja, want je bent gewoon aan het werken. Ja, aan het werken hier in Antwerpen. Hè. Ja. Wel cool, want ik kende dit pleintje wel. Maar ja, ik had ook de info wel meegekregen dat DPG Media nu ook voor een groot deel hier zit, zeker. Oh ja. Ja, gaan we heel... Hier gaat het... Ja, net. Ja, ja, top. Heb je vaak hier in die straatjes in Antwerpen, als er zo één iemand staat. Zeker als dat dan nog eens... Want dat is hier in één richtingsstraat, hè. Ah ja, oké, okay, mij. Ja. Dus, inderdaad. Als hij dan ook nog eens verkeerd staat, dan ja, is het moeilijk om door... Nee, ja, wij zijn in 2019, denk ik, toen ik net bij DPG ben beginnen werken. Ja. Zijn wij verhuisd van Vilvoorde naar Antwerpen met de samengang van het geschreven gedeelte, dus HLN, de magazines, ja, dat is goed gevoeld, dag allemaal, en dan VTM Nieuws en zo, dus alle nieuws poten ja, van DPG Media zitten hier in Antwerpen, okay, dat is dan New City, en ja, de entertainment kant die zit nog steeds in Vilvoorde, dus zo waren de programma's gemaakt, okay, door okay, VTM okay, okay, en zo. Dus als ik het goed begrijp, het nieuws dat we dus elke dag zien, VTM-nieuws, wordt dus hier... Dat wordt hier gemaakt, dus op, okay, op de tweede verdieping is de studio in de verdieping ingebouwd. En dat is dus een echte studio, want die vraag stellen mensen mij soms ook op social media. Van ja, is dat daar echt of is dat zo'n virtuele? Ja, achterom, maar greenscreen. Dat is dus echt, als je daar mensen boven ziet rondlopen of beneden... Ja. Dat zijn effectief mensen die daar aan het werken zijn, ja, 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 op dat moment. Maar op zich is dat wel rustig, want ja, die opnames, dat is echt live, dus dat is om 7 uur 's avonds. Ja. Ja, dan is er niet meer zoveel. Dan zijn er niet meer zoveel mensen. Ja, enkel de mensen die nog bezig zijn met VTM Nieuws op dat moment. Hè. Ja, ja, ja. Oké, okay, tuurlijk. Ja, top. Nu, ik moet eerlijk toegeven, als ik op TikTok, ik heb ook al andere mensen gehad overal die wel vaak op TikTok zaten. Maar de eerste keer dat je dus op mijn For You page kwam, kende ik je niet, maar ik dacht van, die stem komt mij echt bekend voor. En ik kon niet plaatsen van waar het mij bekend voor kwam, maar het kwam me bekend voor. Wel bij anderen, bij jongeren gehad, die zeiden van een soort van zelfde effect, van het feit dat dan VTM Nieuws bijvoorbeeld s'avonds tijdens het eten of zo, of ja, als zij bezig zijn, en hun ouders zetten VTM Nieuws op, dat zij vaak die stemmen op de achtergrond hoorden. En nu dat er wel wat meer mensen mij op TikTok volgen in het begin, zeggen ze er zo vaak van, ja, ik hoorde ineens uw stem. En ik zei, die stem herken ik. En dan ben ik gaan kijken en dan zeg ik tegen mijn ouders van, ja, Martijn is op VTM Nieuws, maar ik ken die van TikTok. Dus misschien dat dit hetzelfde was. Ik weet niet of je VTM Nieuws vaak af en toe kijkt. Ik heb eigenlijk periodes eigenlijk. Dus ik heb periodes dat ik heel vaak VTM Nieuws kijk. En dan heb ik periodes dat ik... inderdaad, ja, klopt. Maar ik denk inderdaad dat je stem mij bekend voorkwam, omdat ik je waarschijnlijk al wel eens heb gezien, maar er gewoon niet bij stilstond. Ja, oké, natuurlijk de nieuwsankers, na een tijd, ja, kent je die zelfs van naam? Ja, ja, natuurlijk. Ja, op het moment dat ik dan ook meer filmpjes begon te checken van u, dan stond ik altijd wel echt perplex van, hoeveel kan deze gast weten? Die weet precies alles. En terwijl bijvoorbeeld met corona hadden we bijvoorbeeld virologen, die spraken vaak over het coronavirus. Dat is eigenlijk altijd een beetje hetzelfde. Maar als ik filmpjes van u zie, dan zijn dat heel vaak dingen die zelfs niks met elkaar te maken hebben, waar dat je toch wel iets over lijkt te weten. Ja. Ja, ik ben er ook altijd eerlijk over naar de mensen. Het is niet een encyclopedie ben. Hè. Niemand kan alles weten, als het ware. Hè. Omdat vaak... Dat is ook de perceptie. Dat komt een beetje voort, zeg ik altijd, ook uit popculture, stripboeken, films. Ja. Waar dan zo wetenschappers altijd
oude grijze mannen die alles weten en op alles een antwoord hebben, als het ware. Maar dat is niet zo. Hè. Het is niet dat wij encyclopedieën zijn die alle weetjes ja. kennen. Nu, ik heb het voordeel dat ik met mijn werk elke dag bezig ben met wetenschap. Dus ik weet ook veel zaken gewoon omdat ik daar heel de tijd mee bezig ben en daarmee in contact kom. En dat is dan heel breed. Dus die virologen zijn elke dag bezig met virologie, het bestuderen van virusjes. Maar bij mij gaat dat heel breed van, er zweeft bijvoorbeeld deze week vrijdag een asteroïde langs de aarde. Dan moet ik weten op dat moment van, is dat gevaarlijk? Hoe groot is die? Hoe komt dat? Zijn het dat veel? Zo van die zaken. Dus ik ben er veel mee bezig. Maar het is niet dat ik alles weet. Maar soms zie ik dingen op TikTok en dan weet ik daar onmiddellijk het antwoord op. En soms zie ik dingen op TikTok en dan denk ik van, dat intrigeert mij. En daar ga ik dan opzoeken. Maar het is niet, omdat dat verwijt krijg je dan soms ook. Van, die googelt dat gewoon. En dan denk ik, ja, zo simpel is het nu ook weer niet. Want als het effectief zo was, dan zou iedereen het doen. En dat is bijvoorbeeld iets wat je ziet bij zo van die hype-accounts vaak. Die zo fake nieuws of valse feitjes of zo met mensen delen. Omdat je dat gewoon, als je dat googelt, is dat het eerst wat je tegenkomt. Ja. Maar wat er op Reddit forum staat, is niet noodzakelijk wat wetenschappelijk ook onderbouwd is. Hè. Ja. Dus, Ik vind het persoonlijk dus inderdaad het heelal gebeuren, planeten enzovoort, vind ik zelf ook echt super interessant. Echt. Ja, het universum op zich is al. Ja, zeker als, wel. Dat vind ik ook zo fascinerend aan wetenschap. Als je dan gewoon over die dingen begint na te denken, dan denk je echt vaak bij momenten van, what the fuck? Ja, hoe complex zit alles in elkaar? Klopt. We zijn maar een spikkeltje in een gigantisch universum met miljarden planeten en sterren. En dat is gewoon, als je daar, bijvoorbeeld het feit dat ons melkwegstelsel ooit gaat samengaan met een ander melkwegstelsel en versmelten. We spreken dan wel over x aantal miljoenen, miljarden jaren eerder dat zoiets gebeurt. Maar als je zo met van die zaken bezig bent of gewoon de tijdspannen, als wij geluk hebben, worden wij 100 jaar. Ja. Maar dat is echt niks, hè. En wat gaat er dan gebeuren? Dus je zegt, ooit gaat dat samen met een ander stelsel. Wil dat dan zeggen dat er ineens ook andere mensen zijn ergens? Of andere wezens? Of? Dat is natuurlijk altijd de grote vraag. Is er leven? Dat is ook soms een vraag die wel op TikTok is. Geloof jij dat er aliens zijn? Ik ben daar redelijk sceptisch over als het gaat om UFO's. Allee, of UAP's is dat dan tegenwoordig. Hè? Unidentified Aerial Phenomenons spreken we dan al. Mogen niet meer. Allee, ze hebben liever niet dat je nog UFO zegt door de science fiction connotatie. Ja. Maar daar ben ik iets sceptischer. Ik denk dan eerder zo aan geheime militaire technologieën en testen en zo, wat dat gewone publiek allemaal niet mogen weten. Ja. Maar als het gaat om leven binnen het universum, dan ben ik wel redelijk overtuigd dat er is. Of dat leven ook gelijk bij ons intelligent is, of dat wij intelligent als zijn, is nog iets waarover dat we kunnen gaan discussiëren. Maar dat er ergens wel een soort van vorm van leven gaat zijn, dat is bijna zekerheid. Het is haast onmogelijk om te bedenken dat wij alleen zouden zijn in zo'n gigantisch universum. Ja. Maar gezien de afstanden tussen planeten, is de kans op zich redelijk klein dat wij ooit leven zullen tegenkomen. Als je zo kijkt richting de dichtstbijzijnde sterren waar dat mogelijk planeten zijn met leven, hè, waar dat bijvoorbeeld Voyager-missies heen gestuurd worden met informatie van ons of signalen heen gestuurd worden, dan spreek je al over grote orders van tienduizenden jaren dat zo'n signaal of een ruimtesonde moet reizen eer dat die daar aankomt. Ja. Ja, als we dan spreken over we willen even naar een andere melkwegstelsel, als het ware, dan spreek je over miljoenen jaren reizen. Dus de kans dat wij ooit leven gaan tegenkomen, denk ik wel. Ik denk niet dat we het ooit gaan meemaken. Of toch wij alleszins al niet meer. Tenzij dat we erachter komen hoe dat we sneller kunnen bewegen dan het licht en zo. Maar dat is allemaal. Dan zit je zo met interstellar toestanden en zo. Dus. Dat is super fascinerend. Dus eigenlijk de kans dat er ooit een E.T. hier ineens binnenkomt, is gewoon zo goed als onbestaand.
niet onbestaand, maar ik denk dat we meer kans hebben om Euromillions te winnen dan dat gaat gebeuren. Oké. Dat is goed dat we dat weten. Je spreekt dan ook eigenlijk over een samenleving van buitenaards wezen die zo ver gevorderd zijn, ja, dat zij uitgedacht hebben hoe dat zij zo snel kunnen reizen. Hè. Ja. Gezien de leeftijd van het universum nog maar is die kans op zich niet zo super groot volgens wetenschappers. Maar ja, je hebt daar superveel hypotheses. Je bent theoretisch bezig. Ja, klopt. Dus je hebt daar superveel hypotheses. Er zijn zelfs hypotheses die stellen dat alles wat wij nu meemaken, dat virtueel gesimuleerd is. Okay. Dus dat wij leven in een soort van matrix in plaats van echte wereld. Ja. Oké. Ja. Super interessant. Ik denk dat ik zelfs ooit een TikTok-video over gemaakt heb, heel in het begin. Ja. Over het feit dat de kans groter is dat wij in een virtuele simulatie leven dan dat dit allemaal echt is. Oké, cool. Cool om te weten. En bizar tegelijk. Ja, dat is echt... Een ander ding dat nu ook heel hot is, zal ik maar zeggen, dat zijn de apenpokken. Dus iedereen maakt zich zorgen, gaan we gewoon terug weer hetzelfde meemaken als dat we hebben meegemaakt met het coronavirus. Maar misschien dat ik je daarover een vraag kan stellen als dat iets is wat je weet. Hoe zit het eigenlijk met het coronavirus? Want ik persoonlijk, ik hoor er niet meer superveel over. Ook niet meer op het nieuws. Hè. Daarvoor kregen wij een dagelijks update van zoveel besmettingen en zoveel mensen die ziek zijn of opgenomen in het ziekenhuis. En nu is dat eigenlijk totaal niet meer. Is corona gewoon weg? Of? Ja, je zit met de coronapandemie op zich. Kun je een beetje vergelijken met influenza, dus het griepvirus. Is dat je een soort van seizoensgebonden patronen hebt. Dus meer opkomst richting herfst, winter en minder in de late lente, zomer. Dus we zitten nu, en dat was vorige zomer bijvoorbeeld ook, in het dal. Dus daarom dat we op dit moment van coronavirus niet echt veel tot bijna niets meer horen. Alleen, ik zat vandaag voor het eerst op de trein zonder mondkapje, hoera. Ja. Maar ik verwacht dat de evolutie in de komende jaren waarschijnlijk zeer positief gaat zijn. Ik heb onlangs zelf corona gehad. Oké. Ondanks heel voorzichtig te zijn, de Omicron variant, zoals heel veel van mijn collega's ook. Ja. Het was niet plezant, maar ik zou het echt op dit moment, wat ik meegemaakt heb, als een zware griep omschrijven. Het enige wat ik toen gemerkt heb is, en daar heb ik nu nog wel last van, is dat zo wat lange termijn symptomen blijven hangen, zo wat sneller buiten adem. Ja. Ik heb heel lang nog moeten hoesten ook, dat is nu eindelijk gelukkig voorbij. Maar ik heb wel het gevoel dat gezien de evolutie van het virus, dat we gaan, zoals wetenschappers voorspeld hadden heel aan het begin, naar een virus dat meer besmettelijker wordt, maar minder ziekmakend. Dus dat we eigenlijk gaan eindigen ergens gelijk bij een griepvirus. Is dat we na een tijd eigenlijk gewoon zelf niet meer zouden weten dat het corona zou zijn, maar dat we gewoon denken, het is een griepje, maar het is misschien corona. Dus het is dat, ik denk dat misschien dan dat je naar een systeem gaat gaan waar bijvoorbeeld risicogroepen, zoals bijvoorbeeld oudere mensen die hun immuunsysteem al verzwakt is, dat die net gelijk bij het griepvirus een vaccin kunnen krijgen. Ah ja, oké. Tijdens de piekperiodes, dus dat die dan optioneel, maar dat de algemene bevolking booster na booster na booster gaat moeten blijven krijgen. Ik denk dat wel ondertussen voor het coronavirus gelukkig natuurlijk achter de rug gaat zijn. Dus op dat vlak ben ik heel hoopvol. Je weet natuurlijk nooit met mutaties en virussen, maar klopt. Op zich is het niet in het voordeel van het virus om een pak ziekmakender nu ineens te gaan, gaan worden. Ja, dus en hoe zit het dan dus met die apenpokken waar iedereen zich ook zorgen om maakt? Wat ik wel begrijp, want we hebben wel een lange tijd niet normaal geleefd, om het zo te zeggen, door de coronapandemie. Maar hoe zit het dan dus met die apenpokken? Ja. Komen we terug in zo'n situatie terecht? Ik denk op dit moment met de informatie die er nu is, hè, dus we zijn nu voor het moment in deze video eind mei. Ik denk het persoonlijk nu niet. Het coronavirus en het apenpokkenvirus zijn twee heel verschillende virussen. Okay. Van opbouw, van structuur.
je spreekt daar over RNA en DNA-virussen. Het apenpokkenvirus is een DNA-virus. Wat betekent dat dat veel minder gaat muteren dan het geval bij het coronavirus dus wel zo is. Het is dus moeilijker stabieler. Overdraagbaar? Of? Het is ook moeilijker overdraagbaar, maar het is stabieler. Bij het coronavirus hebben we dat gezien. Hè. We hadden eerst de normale die de wereld rondging. En dan komt de alpha-variant, de beta-variant, de delta-variant. Ja. Nog heel wat andere varianten tussenin. Maar dan had je de volgende zware variant, was dan de omicron-variant. Dat gaat je bij het apenpokkenvirus bijvoorbeeld niet gaan zien. Okay. Wat ook belangrijk is, was wat je net gezegd hebt, is dat dat veel minder besmettelijker is. En ik heb het er ook nog over gehad in VTM Nieuws. We hebben dan de sterftecijfers. Het gaat hier om de West-Afrikaanse variant, want je hebt de West-Afrikaanse variant van het apenpokkenvirus en je hebt de Congolese variant. Okay. De Congolese variant is veel ziekmakender. Daar zit je met een overlijdenspercentage van 10%. West-Afrika is 1%. Maar, en ik heb dat op TikTok ook tegen de mensen gezegd, dat zijn Afrikaanse cijfers. Dus daar zit je één met veel minder gevallen die waargenomen worden op het platteland. Dus je ziet eigenlijk alleen maar echte, heel zieke mensen verschijnen. En de gezondheidszorg is er niet wat dat de gezondheidszorg hier is. Ja. Dus we hebben bijvoorbeeld nog geen sterfgeval hier in België met het apenpokkenvirus gezien. En van al die mensen die ziek zijn, dat is heel vervelend. Maar de kans dat er iemand van overlijft, van sterft, is daar heel klein. Dus we gaan niet naar coronatoestanden waar dat je letterlijk honderden mensen zag sterven. Dus ik zou daar echt niet te veel druk om maken. Het is wel belangrijk dat we dat nu onder controle krijgen. Dat dat niet in Europa blijft woekeren in bepaalde groepen of communities. Ja. Bijvoorbeeld nu met de festivalzomer, zeker voor dingen. Dat daar niet ineens plots half Tomorrowland naar huis gaat met het apenpokkenvirus. Ja, natuurlijk. Ja. Maar we moeten geen pandemietoestanden zoals met corona verwachten. Top. Dat zeker niet. Dat is heel goed nieuws. Hè? Ja. Dus, ik snap het wel dat de mensen... er zijn heel veel anti-vaxxers op mijn video's op TikTok van over de apenpokken beginnen te dingen. Dan moet ik dan wel eens een keer van zuchten. Maar ik snap wel dat er andere mensen zijn die zo ook zeggen van alweer gevaccineerd gaan worden. Ja. Maar dat is ook mij echt niet omschrikken. We kennen dit virus al sinds 1958. Dus het is ook niks nieuws. Het coronavirus was iets volledig onbekend. Ja. Maar dit kennen we al bijna meer dan een halve eeuw. Dus dit apenpokken dat nu weer ook de aandacht krijgt, bestaat niet pas eigenlijk. Dat is dus niet nieuw. Dat is niet nieuw, maar het is nu uitzonderlijk dat het zo verspreidt in Europa. Dus we kennen het van 1958. Toen is het ontdekt in een onderzoekslaboratorium. Dat was in Denemarken bij apen. Okay. Daarom de naam apenpokkenvirus. Okay. Maar het zit eigenlijk vooral in knaagdieren in Afrika, in tropisch regenwoud. En toen de jaren 70 hebben ze het dan bij Afrikaanse inwoners, ik denk dat het in Congo was, ontdekt. Sindsdien weten we eigenlijk dat virus daar in 9 Afrikaanse landen rondgaat en af en toe brengt de reizigers eens dan mee richting de westerse wereld. Bijvoorbeeld in 2018 had je uitbraak in Israël en Verenigd Koninkrijk. En ik denk in 2003 was er een heel grote uitbraak in Amerika. Ze hadden daar toen prairiehonden ingevoerd voor als huisdier. En die waren besmet met apenpokkenvirus. En zo zijn mensen dan apenpokken. Dus we kennen dat al heel lang. En we zien wel vaker dat er af en toe eens een uitbraak is. En dat raakt dan altijd onder controle. Dus ik zou nu ook niet paniek beginnen zaaien. Okay, we moeten weer allemaal spuiten zetten en mondkapjes op de trein en zo. Ja. Dus, een andere vraag die ik je misschien ook wel wil stellen is... TikTok bijvoorbeeld inderdaad is heel populair in deze tijd. En iedereen kan daar echt enorm lang op zitten. Door te blijven video na video na video. Hoe komt dat toch dat we eigenlijk aan apps zoals TikTok of Instagram, voornamelijk dan denk ik, dat we daar eigenlijk verslaafd aan kunnen zijn. Hè? Dus dat we eigenlijk een bepaalde prikkeling krijgen in onze hersenen of dergelijke. Dat we dat gewoon leuk vinden om video's te zien van mensen die we helemaal niet kennen of waar we niks mee te maken hebben, dat we dat leuk vinden. Hoe komen we daar? Weet je het antwoord daarop?
Ik ben wel een heel klein beetje mee, omdat dan spreken zo'n beetje over neurobiologie en psychologie gecombineerd. En met zo hoe dat je verslaafd kunt geraken aan sociale media. Maar waar bijvoorbeeld bij TikTok, bij het systeem van TikTok is gescrolld eigenlijk. Ja. En je krijgt op je For You page de ene video naar de andere. Ja. En sommige interesseerden niet. Maar dan ineens komt die video waar je van zegt, wow, dit is super tof. Dat is een toffe. En dan krijg je eigenlijk in je hersenen een soort van signaal van, een soort van beloning van je hersenen van, oh, vaak gaat dat over stofjes zoals dopamine, waar dat je gelukkig van wordt. Ja. En je raakt eigenlijk verslaafd aan dat gevoel van dingen. En je scrolt verder. En het verslavende bij TikTok is, je weet niet wanneer dat die video gaat komen. Dus ja. Je denkt, en nog een video. En wie weet is de volgende video. En dan komt er weer zo onverwacht zo'n dopamine hit, een prikkel. En je bent weer even dingen en je scrolt weer verder. En dan zijn er weer 10, 15, 20 saaie video's. En daardoor blijf je zo echt aan, dat is een specifiek voor TikTok, maar datzelfde bij andere sociale media, hè. Likes op dingen, als je ziet dat superveel mensen je video op YouTube liken en commenten, dan krijg je ook zo een blij gevoel. Hetzelfde met op Instagram, vroeger in het begin, hoe meer likes, hoe beter natuurlijk. Ja. Dus, en dat is bij TikTok dus eigenlijk ook hetzelfde. Gaat het echt gewoon over het feit dat het ons een blij gevoel geeft eigenlijk. Als we gaan kijken naar alles in zijn geheel gewoon. Ja, en je hersenen kunnen daar echt aan verslaafd raken. Hè? Want je wilt dat dan meer en meer. Ik weet niet of het zo ver gevorderd is als met drugsproblematiek, maar bijvoorbeeld bij verslavingen. Ik zeg nu maar iets, hè, als je sigaretten rookt of zo, je raakt verslaafd aan nicotine. Ja. Je hersenen raken gewend aan een bepaalde dosis en dan heb je meer nodig om hetzelfde effect te krijgen. En dan begin je bijvoorbeeld meer te roken of met alcohol meer te drinken om diezelfde high of leuk gevoel te krijgen. En dat zie je vaak ook met mensen die echt verslaafd raken aan die sociale media. Daar zit geen stoppen meer aan. Die scrollen 5-6 uur op TikTok aan een stuk. Dus, dat is hetgeen dat ik zeg, zo'n beetje het gevaarlijke voornamelijk aan TikTok. Je krijgt ook altijd constant nieuwe content. Dus ik heb nog nooit meegemaakt dat ik dezelfde video twee keer tegenkwam of zo. En het algoritme bij TikTok is ook zo gemaakt dat ze exact alles aan je voorschotelen waarvan ze weten van, dat ziet Martijn, dat ziet Rico, ziet dat graag, we gaan hem dagje. Voetbalvideo's, voilà, kijk jij graag naar rapvideo's, wetenschapsvideo's. Hier zijn wetenschapsvideo's, dus dat algoritme op den duur kent u door en door. Allee, bijvoorbeeld mijn collega Kenneth, die langs mij zit. Als we zijn TikTok opengooien, er is geen enkele video, of toch weinig tot geen, op zijn For You page, die bij mij op de For You page staan. En dan denk je van, hoe kan dat zelfs? Dat er zoveel... dat de algoritme zo gevarieerd is voor iedereen. Ja, dus dat helpt natuurlijk ook niet als ze u nog eens extra goed kennen en dan houden ze zo gemakkelijk aan de lijn als het ware. Hè. Ik heb voordat ik naar hier kwam een paar dingen opgezocht en ik ben uitgekomen bij een leuke popquiz, beter gezegd. Dus ik wilde graag een paar vragen stellen in bepaalde categorieën, maar als je het niet weet, geen probleem, dan mocht je gewoon passen. Dat is niet erg. En ik ben gewoon echt benieuwd naar de algemene kennis, hoe dat het daarmee zit. Dus bij deze, voor de mensen thuis, is dat al een bewijs die altijd zeggen dat ik mee moet doen aan de slimste mens, dat ik geen goede kandidaat zou zijn voor de slimste mens. Het is in ieder geval niet voorbereid, dus je hebt het ook niet kunnen opzoeken. Nee, mensen thuis die zeggen dat je alles via Google opzoekt. Dus, ik zal u dus even een vraag stellen. De eerste vraag, dus categorie algemene kennis. De eerste vraag is, hoeveel tijdzones zijn er in Rusland? In Rusland? Geen idee, maar het zullen er wel een aantal zeker zijn, gezien de grootte van het land en het feit dat we van helemaal tot aan China, als een wild gokje doen. Het moet een exact getal zijn. Hè? Ik zou zeggen, er is tussen 5 en 10 of zoiets in. Of... Niet slecht, het is 11. Maar... Ja, het niet, ja, ik niet, zal me voorstellen dat er veel mensen zouden zeggen, ja, 1. 1 tijdzone, om het zo te zeggen. Nee. Dus dat zou ik nu wel niet zeggen. Hetzelfde in de Verenigde Staten heb je er ook meerdere toppervlakken op het land. De volgende vraag. Hoeveel strepen staan er op de Amerikaanse vlag?
Passen? Ja, pas. Oké, 13. Wat is het nationale dier van Australië? Goh. Je zou het uit natuurlijke reflex direct de kangaroe zeggen, hè? Maar iets doet klopt, mij dan... Klopt, het is juist. Is juist? Ja, ik wou zeggen, want dan heb je ook nog zo toffe dieren, gelijk de koala. Ik wou eigenlijk zeggen, van, je moet het niet verder zoeken dan dat het zou zijn. Dus inderdaad. Deze verwacht ik wel dat je weet. Hoeveel dagen duurt het voordat de aarde om de zon draait? Je bedoelt gewoon één toertje? Ja. Er zit wel wat verschil qua dingen op. Het is niet exact 365 dagen. Dus het is het antwoord, maar oké, ik verwacht dat jij weer een wetenschappelijke... Ja, het is een klein beetje verschil, daarom dat wij ook een schrikkeljaar hebben. Hè. Ja. Maar algemeen gewoon, dus... Als we het standaard volgens wat we op school leren, is 365. Oké. Gaan we hier even zitten dan, zodat we geen ongevallen meemaken. De volgende vraag in de categorie geografie. Mijn minst favoriete aardrijkskunde. Ik zal een makkelijke stellen dan. Noem de langste rivier ter wereld. Ik wil die niet oppassen. We mogen hier niet... de Amazone? De Nijl. Doe maar. Welke taal heeft de meeste woorden volgens het woordenboek? Meeste woorden volgens het woordenboek? Dus bij deze zie je de algemene kennis en wetenschappelijke kennis niet. Chinees? Nee, Engels. 200.000 woorden. Pas op, ik kan nu wel stoer doen, maar ik ging zelf ook niks weten. Dus, In school wordt dat zo'n beetje opgebouwd. Hè. Als je iets niet weet, dan moet je daarover voor schamen en dan zit het dom. Natuurlijk nee, niet, maar we kunnen nooit alles weten. Dat is allemaal. Je moet alles zien eigenlijk als een opportuniteit om bij te leren. Dus bij deze, de Nijl is de langste rivier en Engels heeft het meeste woorden. Ja. Als je mij dat nu volgende keer vraagt, dan ga ik dat wel kunnen. Ja, voilà. Dus er zijn ook veel mensen die het zouden vergeten. Hoe zit het met muziek en popcultuur? Ik zal je daar ook één vraag van stellen. Uit welke stad komen de Beatles? Ja, uit Engeland, hè? Het Verenigd Koninkrijk, maar welke stad? Hier mijn L. Liverpool? Liverpool, valasse. Goed geraden. Misschien een interessante voor de mensen die kijken ook. Hoe heette het kledingbedrijf Nike oorspronkelijk? Ik wist het ook niet. Ik dacht altijd Nike, maar het is niet. Blijkbaar Blue Ribbon Sports. Ja, dat klinkt Nike wel beter. Inderdaad. Dat ligt wat gemakkelijker in de mond en ook makkelijker voor op je schoen te zetten. Zeker. Laatste. Film en tv. Dat is ook meteen de laatste. En dan moet je er vanaf. Hoe zit het daarmee? Goed. Dat zou wel oké moeten zijn, maar dat hangt natuurlijk puur af van wat. Noem de eerste film van Disney. De allereerste. Ik weet niet of je een Disney-fan bent. Ik was kind wel heel veel Disney-films gezien. Ah. Maar de allereerste, dat is al ver voor mijn tijd. Hè. Klopt. Dat zou waarschijnlijk... Ik zou gokken op een Mickey Mouse-film, maar... Helaas. Sneeuwwitje, 1937. Nee, is dat echt de allereerste film? Dat is waar je staat, volgens mij. Ik zal even vragen aan de jury. Ja, het is inderdaad Sneeuwwitje, 1937. Oké, de allerlaatste. Welke film heeft Pixar als allereerste uitgebracht? Het is in 1995, dat is nog niet zo lang. Maar toen was ik ook nog, toen was ik nog maar 5 jaar. Hè, dus Toy Story. Ja. Dat is het. Toch? Het is juist. Oh. Voilà. Dus... dat was een popquiz. Dus bij deze. Ik weet niet hoeveel leggen er juist staat, maar... Zwaar gebuist, dat weet ik wel. Zwaar gebuist, geen probleem. Of net misschien de helft, hè.
Ja. Hey Martijn, ik wil u bedanken voor het maken van de tijd tijdens uw pauze. Dat is graag gedaan. dat is geen moeite hoor. Merci voor mij uit te nodigen vooral. Hè. Ja, absoluut geen probleem. Zeker dus met, ik vond het, met jou mogen in de notto met tricot. Hè. In de notto met een tricot inderdaad. Dus, ik vond het een zeer interessant gesprek en zeker aangenaam om u te ontmoeten. Dus we gaan het hierbij dan ook afsluiten. Ja. Ik wil u daar nogmaals bedanken. En voor de mensen die deze video kijken, zou ik zeggen, like deze video, abonneer op mijn kanaal en volg Martijn ook zeker voor meer wetenschappelijke feitjes. Maar volg vooral hem. Ja, dankjewel. Dat is goed. Ciao, kies.